Zo, daar ben ik weer. Vandaag gaan we een kleine reviewtje doen van de iNew V3. Dit Chinese toestel heb ik nu een paar weken in gebruik. En ik dacht van het is nu tijd om een review hierover te doen. Zoals je kan zien is dit het toestel dat ik nu, ik denk een dikke 2 weken nu in gebruik heb. Elke dag. Goed gebruikt, genoeg dingen mee gedaan, YouTube, telefoonfunctie gewoon gebruikt, surfen op het web, spelletjes, eigenlijk een beetje van alles heb ik hiermee gedaan. Laten we eerst eens even kijken naar de doos die hier meegeleverd wordt. Dat is deze witte doos, die is volgens mij voor de meeste mensen al bekend die een iNew V3 hebben gezien of op YouTube hebben bekeken. Wat mij opviel is dat het een hele mooie doos is en je krijgt hem compleet geleverd met deze flipcover. Die heb ik zelf maar niet besloten om te gebruiken, dat vond ik niet echt bijzonder. Ik vind zo'n flipcover maar lastig. Daarnaast zit er in de doos een gebruiksaanwijzing en een screenguard zit erbij die je zeker wel nodig hebt. Een koptelefoontje van iNew. Gewoon een witte koptelefoon, standaard zooi. USB-kabeltje, standaard zooi. En een mooie witte USB-oplaad adaptertje. En dit is dan in dit geval een 5.5 volt 700 mA, als ik het zo goed zie. Dus echt powerful is hij niet, zeg maar. Ik zelf gebruik hem niet, ik gebruik mijn... Note 3 lader en dat werkt ook prima. Niks aan de hand, werkt gewoon goed. Dan gaan we nog eens even kijken wat er nog beschreven staat op deze doos. iNew smartphone V3, hè? Dat is het. Het viel me op dat het de processor een Core 2 Duo, zoals hier op het stickertje staat. Core 2 Duo. En een, niet een Cortex A7, nee, een Contex A7. Die ken ik zelf nog niet, maar het is hem wel. Een Contex A7, 1.3 GHz. Dus dat was best wel apart. Voor de rest een 5-inch scherm, 720 HD. Wifi 3G zit erop. Een mooie 1830 mAh accu'tje. Die op zich prima werkt. Ik heb in die 2 weken tijd heb ik 2 dagen. Dat kan je er makkelijk mee doen. Met normaal gebruik. GPS, ook goed werkende. En er zit nu Android 4.2.2, krijg je mee geleverd, deze iNew V3. Het toestel zelf, een hartstikke mooi toestel. 18 megapixel camera, LED flesje zit erop. Hier zitten 2 grills, maar dat zijn niet de speakers. De speaker zit hier, met deze telefoon. NFC zit erop. Ik heb hem zelf niet werkend gekregen. Hij maakt wel een mooi geluidje, maar hij verstuurt niks. Ik heb het geprobeerd. Aan- en uitknopje zit erop. Power. Ja, een klein aluminium stripje. Het ziet eruit als aluminium. Ik weet niet zeker of het aluminium is, maar het voelt in ieder geval goed aan. De volumeknoppen. Up en down. En bovenin zit dan een koptelefoonaansluiting hier. De USB-aansluiting. Er zit een, even kijken, een camera zit hierop. Ik weet niet hoeveel megapixel, dan moet ik even kijken. Even kijken, 5 megapixel voor staat erop. Dus, oh ja, trouwens, de achtercamera staat 13 megapixel. Maar als ik in het menu van het toestel kijk, dan zie ik dat hij met 18 megapixel schiet. Dus even onder voorbehoud. Eens even kijken hoor, waar kon ik dat ook weer vinden? Hier bij camera. Nou, en hier staat grootte van de foto 18 megapixel. Dus even een beetje onduidelijk. Er staat 13 megapixel, maar ik schiet, je kan er 18 megapixel mee schieten. Dus nou ja, op zich maakt het niet uit. Ik heb het geprobeerd de foto's te schieten. En ik moet eerlijk zeggen, ik was zeer onder de indruk van de fotokwaliteit. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar dit is een foto geschoten met... de 18 megapixel camera. En zoals jullie kunnen zien, ziet dit er hartstikke goed uit.
Ik zal de foto's uploaden ook en de links erbij plaatsen, zodat jullie zelf ook de foto's kunnen zien. Het is gewoon hartstikke mooi en het ziet er echt netjes uit. Goede kwaliteit. Ik zal even, hier heb ik nog een filmpje van het voetballen gespeeld. 18 megapixel. Ja, dat doet hij dus ook gewoon prima. Gewoon strak beeld. Dus dat ziet er ook netjes uit. Dus recording, dat gaat ook heel mooi. De iNew voelt heel licht aan. 128 gram. En dat is echt heel erg licht. Dat ligt een beetje in het gewicht van de S2. Dat is ook een licht toestel. 6,5 mm. Nou ja, dat geldt dan voor dit stukje. Maar hier in het midden is hij natuurlijk dikker. Ik geloof 7,3. Maar op zich zelf voelt hij heel lekker in de hand aan. Dus dat is gewoon een heel goed, prettig in je hand voelende toestel. En ook als hij in je zak zit, dan voel je hem bijna niet. De backplate. Heel dun plastic. Een beetje S3-achtig. Dun plastic. NFC zit hierop. Hier zie je de twee koperen aansluitingjes voor de NFC-antenne. En die zitten dus hier ook op. Veel mensen zeggen dat je die moet eruit trekken en dan zal die goed werken. Nou, ik heb het geprobeerd. Zoals ik al zei, je hoort wel het geluid. Je ziet ook dat hij iets verzendt en iets wil ontvangen. Maar hij doet het niet. Hij geeft gewoon een foutmelding van dat hij het niet kan ontvangen. Misschien dat het aan mijn ROM-software ligt die ik hierin heb gezet. Er zit nu een andere ROM op dan de standaard ROM. Maar ja, dat maakt voor mij niet zoveel uit, want ik gebruik NFC niet zoveel. Micro SIM, gewone SIM-kaart, SD-kaartje kan erin knallen. En de 1830 accu. Ik dacht op zich in het begin van, nou, dat zal wel weinig zijn, maar ik moet eerlijk zeggen, de 1830, hij heeft tot nu toe gewoon 2 dagen redt hij makkelijk. Heb ik nog geen... Dat hij echt helemaal leeg liep. Hier heb ik nu ook 47% op, zoals jullie kunnen zien. Ik zal even kijken hoe lang ik er nu op draai. Hij draait 10 uur en 14 minuten. Ja, en ik heb niet echt veel vandaag gedaan ermee, maar gewoon normaal gebruik, laten we het zo zeggen. Wat is nog meer? Beeldkwaliteit. Super scherp en super helder. Ik zal jullie laten zien dat hij mijn helderheid staat op dit moment zo goed als uit. Nog een keertje even aanmaken hier al. Zo goed als uit. Als ik hem helemaal helder zet, dan kan je zien dat het scherm echt fel is. Heel fel. En dat kan je dan hier ook op de foto's. Dan zal ik ook eventjes er doorheen gaan weer. Even hier de foto's laten zien. Zo kan je ook zien dat het echt hele scherpe en heldere foto's zijn. En misschien via de camera kunnen jullie het niet goed zien. Maar de grassprietjes, hè, kunstgras natuurlijk, maar dit witte stukje plastic wat erop ligt, dat is gewoon echt heel goed en scherp te zien. Dus dat was best wel apart. Ik stond er versteld van, ik heb nog niet echt een andere Chinese toestel gehad met zo'n goede scherpe camera. Wat doet hij nog meer? Nou ja, Yahoo werkt gewoon prima, Gmail werkt prima, nu.nl soepel en strak. Niks aan het handje, zoals jullie zien, draait dat gewoon allemaal netjes. Wat niet zo netjes draait, is voor mij YouTube. Dat schijnt een bekend probleem te zijn. Dat wil niet vloeiend werken, dat hapert en dat stottert. Dus als je een beetje video's wil bekijken, dan moet je echt een alternatief zoeken. Viral Player, dat werkt in principe goed. En wat hebben we nog meer? Ik geloof, je hebt nog een andere speler die ook goed werkt. De speaker die hier zit trouwens, die geeft gewoon heel goed en helder hard geluid. Dus voor dit ene speakertje wat hier zit, prima, goed geluid. Dus daar is niks mis mee. Het toestel zelf, je krijgt hem aangeleverd met een screen protector erop. Die was in mijn geval wel nodig, want zoals jullie zien zit er hier een mooie kras op.
En hier zit er sinds kort een mooie kras op. Hij is 2 keer gevallen. En hij heeft het goed overleefd. Zoals jullie zien, geen beschadiging aan het toestel zelf. Hij is gewoon uit mijn handen gevallen 2 keer. En nou ja, die dingen gebeuren. En in principe is het eigenlijk hier de screen protector afhalen, nieuwe erop zetten en je kan er weer mee aan de slag. Dus dat werkt prima. Even kijken, wat heb ik nog meer? Ik zal even kijken, nou, voor de video kijken, PV Star gebruik ik ook nog af en toe. Dat wil ook nog eens zorgen dat je goed videofilmpjes kan bekijken. Het is wel jammer aan de ene kant dat YouTube gewoon zelf niet goed werkt, maar ik hoor dat je ook een oudere versie van YouTube erop kan zetten en dat die dan wel goed doet. Even tweakers bekijken. Nou, zoals jullie zien werkt dat ook gewoon netjes. Als ik bijvoorbeeld een paginaatje verder ga. Pagina's laden vol, snel en tekst is ook scherp, dus dat gaat gewoon netjes. Als ik door wil scrollen, nou, dat gaat ook gewoon soepel. En jullie moeten nagaan, dit is een 1.3 processor quad-core, dus het is niet een supersnelle processor, gewoon een MT6582. En op zich, voor dit toestel is dat gewoon prima. Kijkhoeken zijn ook gewoon goed. Zo kan je alles een beetje zien. Ik ga even kijken of ik een klein stukje muziek kan draaien. Zonder dat ik weer geblokt word. Laten we eens even kijken. Een klein stukje muziek. Niet zoveel. Nou, wat zal ik nou even afspelen? Zo bijvoorbeeld. Nou, die staat op zijn hart. En jullie horen het geluid hieruit komen. Kijk, zo hoor je niks. En deze twee dingen doen niks. Dus er zit maar 1 speaker. Dus het geluid is gewoon goed voor dat ene speakertje. Niks mis mee. Maar je moet niet denken dat het hieruit komt, want dat komt er niet uit. Dus dat was een beetje een kleine teleurstelling hoor. Maar toen ik het geluid hoorde, dacht ik van nou ja, goed voor dat ene speakertje hadden ze stereo erin gezet. Was het echt een betere kwaliteit geluid geweest. Dit toestel heb ik bij TOC2.com gekocht. En het was toen in de aanbieding. In totaal ben ik kwijt geweest €140 voor dit toestel. En ik moet eerlijk zeggen dat dit die €140 zeker waard is. Zo'n goed gebouwd toestel. Stevig. En het enige gekraak wat je hoort is dit. Omdat ja, hij is heel erg dun. Het achterklepje, dus ja, dan wil dit nog wel eens kraken. Dus ja, dat is het enige wat mij opviel. Er is een hoesje te koop. Ik geloof ook bij TOC 2 of Antilife. Die hebben een siliconen hoesje hiervoor te koop. En als je die erom zet, heb je een goed stevige bescherming ervoor. De flipcover, ja, dat vond ik zelf niks. Want die moet je erop plakken. En dat vind ik, maakt het toestel niet mooier. Wel logger en groter. Dus dat vond ik niet zo prettig. Vandaar dat ik hem niet gebruik. Internet. Dat gaat goed met dit toestel. Hij doet het prima. Sterkte valt mee. Je kan ook zien dat er hier niet altijd volledig sterkte is. Want ook al zit mijn router hier naast de muur in een ander gedeelte. Dus die is niet eens zo ver. Dus hij wil nog wel eens een beetje fluctueren. Wat mij ook opvalt is als ik buiten ben geweest en ik kom weer thuis. Dat de verbinding dan weg is. Dan gaat hij dus opnieuw zoeken. En als ik dan de telefoon aanmaak. Dat hij dan opnieuw moet zoeken naar het wifi ontvangst. Nou ja, op zich niet erg. Maar ja, je moet wel, je hebt niet gelijk je verbinding. Dus het duurt eventjes voordat je je verbinding hebt. Bellen. Belkwaliteit. Ik vond het in het begin vond ik het geluid van de speaker vond ik zacht. Nu valt het wel mee, je kan er goed mee bellen. Alhoewel zeg ik, ik vind het nog een beetje aan de zachte kant. Ik heb hem geprobeerd te tweaken via Mobile Uncle om speakergeluid harder te zetten. Ik heb het volgens mij goed gedaan, dus het is ietsjes harder geworden. En ja, voor de rest moet ik eerlijk zeggen, ik heb niet echt opmerkingen van het toestel dat het echt slecht is. Dit is wel heel hard. Vind ik zelf. Dus dat klinkt goed.
Wat heb ik nog meer getest? Oh ja, de OTG-functie hebben we dan nog. Eens even kijken. Dat is dit kabeltje natuurlijk, zo'n OTG-kabeltje. Voor degene die dit willen gaan gebruiken. Ja, ik vind het zelf niet zo interessant, maar ik zal even kijken of we dat kunnen voordoen. Ik heb hier een USB-muis. Eens even kijken. Hier zit een ontvangertje bij. En deze. En dan gaan we hem even zo. Gaan we even aanslingeren. Ontvangertje erin. En dan gaan we eens even kijken of hij doet. Zo. En even kijken of ik het kan laten zien. Kijk. En dan komt er een muis tevoorschijn. Dus dat doet hij dan ook. En laten we dit even zo doen. Kunnen we het een beetje beter zien. Dus de muis, die werkt gewoon goed. Dus de OTG-functie hierin was, werkte goed. Dus daar was niks mis mee. Dus dat is één. En dan het volgende voor de opslag bijvoorbeeld. USB-sticky. Even kijken, zit hij goed erin? Okay. Zo zit hij er goed in. En dan gaan we eens even kijken. Nou ja, hij ziet een schijf. Druk op oké. Nou ja, en dan zie je dus ook dat er een externe schijf op aangesloten is. En die is 2 gig, zegt hij dan. Hè. Dus dan kunnen we, als het goed is, een beetje bekijken bij bestandsbeheer. Hier al kan je zien ook dat er nog een externe schijf aangesloten zit. Deze. En dan kan je zo doorsurfen. En doorscrollen door je foto's en alles. Dus dat is ook op zich lekker makkelijk. Dus dat werkt ook. Het enige wat ik dus niet aan de praat kreeg was het NFC gebeuren. Nou, laten we eens even kijken of ik het toevallig nu kan demonstreren dat hij het wel of niet doet. Laten we eens even kijken. Ik heb hier een foto. Laten we zeggen, als ik dit fotootje wil opsturen naar deze Samsung S2. En nou is mij ook verteld dat het niet met Samsung wil werken, omdat er iets met de Samsung chip is wat niet compatible is. Dus laten we eens even kijken wat hij zegt hier. Als ik zeg dit. Even kijken of ik hem hier ergens kan zien. Dan moet een geluidje komen ergens. Even heb ik hem hier nog wel aanstaan, dan moet ik ook nog even checken. S-beam staat aan, NFC staat aan en hier staat hij ook aan. Even kijken hoor. Dan moest ik ergens een geluidje horen. Nou, zoals jullie zien, bij een normaal 2 Samsung toestellen het zo erop liggen en dan doet hij het gelijk. En hier is het al een beetje zoeken. Dus dat is al een beetje vervelend. Dus nou ja, zoals jullie zien wil dat niet werken zoals het hoort te werken. Even kijken of ik hem wel aan heb staan hoor, want dat weet ik niet meer zeker. Laten we eens hier even kijken. Meer. Ah. Natuurlijk werkt hij niet, ik heb hem uitgezet. Gaan we hem nog een keer proberen. Gallery, fotootje. En dan nu zal hij het wel doen. Okay. En dan tik om op te verzenden. Nou zegt hij dus hier, hij verzendt. Maar ja, hier zegt hij dus al dat hij het niet kan verzenden. En hier zegt hij dus dat hij het inkomende beam. Maar de inkomende beam komt dus niet aan. En dat is een beetje jammer. Want het zou leuk geweest zijn als hij het wel deed. Nou, ik annuleer hem maar. Maar hetzelfde geldt dus als ik andersom een foto wil opsturen. Hij ontvangt dus ook niet. Bijvoorbeeld als ik dit fotootje wil opsturen. Niet zo bijzonder, maar laten we eens even kijken. Als ik hem zo... even kijken. Zo. Moet ik hierop klikken. Nou, dus dan zou hij dus hier gaan ontvangen, maar dan opent hij de Play Store. Dat is ook een beetje vreemd, waarom hij de Play Store opent, maar... De NFC-functie werkt dus niet zoals het hoort te werken. En dat vond ik een beetje raar. Misschien ligt het aan deze ROM, hoor. Ik zal jullie even laten zien welke ROM ik gebruik. Even naar instellingen. Ik zit op de... V3-INU-104. Zit ik op. En dit is een andere versie dan de originele. En ja, dit is volgens mij de nieuwste die ik kon krijgen. Er zit al root op. Dus de root is al werkende. Even kijken. Wat had ik nog meer? Deze was geroot. Ik zal hem even nog een keer checken.
Verify root. Nou, zoals je ziet, deze is dus geroot. Wat kan ik nog meer laten zien? Nou, ik heb voor de rest geen Antutu test gedaan op dit toestel. Vond ik op zich niet belangrijk om dat te doen. Dus dat was het eigenlijk zo'n beetje. In het kort, voor die 140 euro wat ik hiervoor heb betaald, is dit iNew V3 model een hele goede koop. Vooral als je zeg maar een startende Android gebruiker wilt plezier doen. Dan zou ik deze wel adviseren. Het is een goed toestel. Hij kan tegen een stootje. Hij is niet duur. En je kan er in principe mee alles mee wat je hoort te doen met een Android toestel. Een paar kleine minpuntjes zoals de YouTube die niet goed werkt, de NFC die niet goed werkt. Maar daartegen heb je wel een goedkoop toestel die, waar je gewoon goed plezier mee kan hebben. En voor een niet al te duur prijsje. Dit was mijn uitgebreide, kleine review van de iNew V3. En tot de volgende keer bij een volgende review of bespreking over een andere apparaat. Waarschijnlijk krijgen jullie nog een review te zien van de iPad Mini Retina. En ik heb nog een LG G-Pad 8.3. Daar gaan we nog ook een review over gaan doen. Ik houd hierbij. Tot de volgende keer.